allemaal zijn. Ja. En jullie weten waar het om gaat, hè? Ja, precies. Het gaat om de goede zaak. Want nog even. En dan trekken de Fransen op bij Overstraat. Weg met de stadhouder en opmisselijk maken de club, jongen. Zo is het. We strekken dat hele prinsjes in de zoontje. Dat is de rotte. Yeah. Wel toch niet zo dom. Doe eens normaal, man. Inderdaad. Zo, jongen. Doe zelf normaal. Zullen we het een beetje beschaafd? Beschaafd? Het hele land ligt op apengapen, maar wij blijven beschaafd. Ja, nou ga dan maar vast. Ga dan maar vast op de grond liggen hongerlijden, hè? Maar wel beschaafd met je pinkje omhoog. En heel beschaafd helpt dat achterlijke zwijn van de Willem ons hele land naar de bliksem. We krijgen hem wel. Ach, wat zegt ze nou? Ik doe precies wat die hopklikken voorkant. Die lui, die moeten allemaal dood. Hier! Wat is dit? Hou toch eens even op. Ze zijn toch niet allemaal zo slecht? Nou, kom er eens heen. Nou onze eigen Van Kinsbergen. Hoort u dat, mensen? Onze eigen Van Kinsbergen. Ja, dat is zeker niet die Van Kinsbergen die ook op de slag met de doggenbank verloren. Hé, weet je waar ik nou benieuwd naar ben, hè? Nou, wat ben je nou benieuwd naar? Of jullie zo dapper durven zijn om hem dat straks recht in zijn gezicht te zeggen als je voor hem staat. Dat durf je niet. Durf je niet? Dat recht in zijn gezicht kunnen zeggen. Ja. Van Kinsbergen, die zou precies weten wat er van hem is. Ja, Ik zeg toch niks. Wat zijn jullie van plan? Ik ga nou weer veel te veel. Wat zijn jullie van plan? Ik geloof niet dat het ook maar in de snaar aangaat, broer. Zoek het uit, zeg. Wat mensen, revolutie, dat moet er zijn! Links, baby! Discipline en respect! Discipline en respect! Oefenen wij fanatiek! De vijand rusten wij wel rauw. We slaan ze allemaal bont en blauw. En op! Keer op! Kadetten, vandaag is het een grote dag. Vandaag zal admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen ons met een bezoek vereren. Hij is opperbevelhebber van de Nederlandse vloot. En dat betekent dat we ons vandaag van onze allerbeste kant moeten laten zien. Nog nooit hebben jullie zo strak in de houding gestaan. Nog nooit hebben jullie zo strijdbaar gekeken. Strijdbaar, niet hondsdol. Nog nooit hebben jullie de kin zo trots in de lucht gestoken. Doe het strak en doe het goed, begrepen? Oh, shit, wat spannend. Zeg, volgens mij is zelfs de hoofdmeester zenuwachtig. Ja, als ik me niet de hik krijg. Ja, want als ik iets spannend vind, dan krijg ik altijd heel snel de hik. Admiraal van Kinsbergen, wat een ongelofelijke eer dat u hier bent vandaag om uw eigen instituut in Elburg te bezoeken. Zeker nu we weten dat u zo druk bent als opperbevelhebber van de Nederlandse vloot. Eindelijk is er een instituut waarin onze jonge mannen worden opgeleid tot sterke, stoere zeelui. Dat zijn jullie toch, mannen? Ja. Jullie zijn toch die keiharde zeebonken waarop ons mooie land kan vertrouwen? Ja. Jullie verdedigen toch onze kust, onze huizen, onze steden, ons vee? Ja. Wij verpletteren elke tegenstander. En vooral die nare Fransozen. Ja. Jullie krijgen één vraag per kadet. En de eerste is... kadet Roelof. Oh, ik... meneer Van... Doe maar, Roelof. Meneer Van Kinsbergen. Zeg het eens, Roelof. Hoe weet u mijn naam? Dat is de vraag die je aan de admiraal wilde stellen. Ja? Nee. Maar hoe?
Hoe? Dat leg ik later nog wel een keer uit, stel je vraag. Is goed. Ja. Meneer van Kinsbergen. Ja, Roelof. Hoe weet u dat ik Roelof heet? Ja, sorry. Meneer van Kinsbergen. Als u nou mocht kiezen, eet u dan liever vis of vlees? Ja, dat vind ik gewoon een hele moeilijke keuze. Ja. Dat is een interessante vraag, jongen. Een moeilijke vraag. Ik denk zeekoe. Wat? Zeekoe. Zeekoe, dat is vlees, nog vis. Het is eigenlijk van alles wat. Het is vooral voor mensen die geen keuze kunnen maken. Kapitein Jan-Hendrik van Kinsbergen meldt zich. Hartelijk welkom in Sint-Petersburg van Kinsbergen. Ik ben vice-admiraal Vladimir Putinsky Senjavin. Jij bent vanaf nu in dienst van Russisch leger als kapitein ter de tweede klasse. Hier, je feliciteert een stroopje. Kom. Dank u wel, vice-admiraal. Mag ik opmerken dat u uitstekend Nederlands spreekt? Doe maar hier alsof een Nederlander gaat, hè? Zo. Dus jij bent kapitein. Is mooi, hè? Is heel mooi. Is belangrijk, man. Is paas van Gillespoel op schuit. Maar let op, hè. Jij voorlopig nog niet varen hier. Natrink is Russisch, is goed. U bedoelt? Ik bedoel, onze boten zijn nog niet klaar. Zijn nog niet klaar voor de zee, hè. Het duurt nog half jaartje. Natrink is goed Russisch. Oh. Felix Poel, hè? Ja, Nesrovje. Ja. Nou, spasibo. Ja, spasibo. Nou, ja, niet nog kerk buigen, hè? Is niet goed. Zij moet als laatste buigen. Zij zijn ondergeschikte. Zij zijn maar soldaten en kanonen voer. Is minder dan kakken van hond aan je schoen. Wacht voor jullie! Een 6 uur durende heftige kanonade volgt. Boom! 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 Daar vliegt een massa, 100.000 splinters. Daar vliegt een hoofd, daar een been. Beide partijen strijden om het hart. Maar om 6 uur 's avonds, geven de Turken zich gewonnen. Het is een wapenfeit van heerlijke Hollandse held Hendrik, kranig kaptein van Kinsbergen. Is een feit. Is de man wel van deze tijd? Daar zijn we nog over aan het nadenken. Collega Rozenboom, zou u misschien wat te drinken willen halen voor onze gast? Natuurlijk. Wat wilt u drinken? Thee of koffie? Wat is het snelst klaar? Thee. Geeft u maar koffie. Komt er al eens. Jij moet goed op mijn laatste beginsbergje. Wij hebben geen andere keuze. Als Turken op Krim komen, dan hebben wij een groot probleem. Jij moet Turkse vloed vertragen, ja? Vertragen? Zodat ons leger tijd heeft om op Krim te komen, hè? Dus niet verslaan, maar vertragen. Ja. U gaat er dus bijvoorbeeld al vanuit dat wij naar de kelder zullen gaan? Ja. In het meest ongunstigste geval kan zijn, ja, nou. U stuurt ons rechtstreeks de dood in. U bent knettergek. Jij moet nou eens even heel goed naar me luisteren. Jij Nederlandse kloot en zak. Dit gaat helemaal niet om jou. Dit gaat om groot Roosja. Weet je, van Kinsbergen, iedereen gaat dood. Jij gaat dood, ik ga dood. Maar Rusland, dat blijft altijd bestaan. Donders, daar. 3, 4 zeilen. Dat is niet veel. Zijn het de Turken wel? Dat kan niet anders. Laat de mannen zich klaarmaken. Alle hens aan dek! Klaarmaken voor strijd! Vijand in zicht! Alle hens aan dek! Klaarmaken voor strijd! De 4 schepen die wij in het vizier hadden, dat bleek alleen hun voorhoede te zijn. Deze 4 schepen ontweken op een slimme manier onze aanval, totdat hun vloot compleet was. Op
deze vloot zaten zeker 5000 man voetvolk die de Turken wilden inzetten bij de Krim. En die maakten kapot! Van deze oorlog zijn. Onze moed, onze vechtlust, onze liefde voor Rusland, die zullen ons naar onze overwinning leiden. Dus vecht voor alles wat je waard bent. Vecht voor alles wat je lief is. Vecht voor Rusland en wij zullen overwinnen! Spel gespeeld zou moeten worden. En dat lukte. De wind stond gunstig. Het eerste uur konden we de Turken gevoelige verliezen toebrengen. Totdat de wind draaide en er een voordeel voor de Turken kwam. Kijk uit! Daar staat een linie. Als de donder de gebruikelijke tactiek. We moeten de linie sluiten. Het kan niet anders. Linie sluiten! Komt dichterbij. Die klootzakken willen ons enteren. Kijk uit! Mannen, maak je klaar voor het man tegen man gevecht. En we zullen samen strijden. Ik met jullie. En we zullen winnen of samen sterven. Fantastisch. De Russische Tsarina, we gaan erop moeten. We gaan niet bij je oma op bezoek. Kleed je een beetje fatsoenlijk aan de Russische Tsarina. Die ontmoet je één keer in je leven. Ja, die is er goed uit. Dit is nu niet meer. Het is gewoon, het is gewoon. Het mailtje. Een feestje bouwen is, hè? Oh, zo fantastisch. Daar, die daar ook. Hallo, wat gezellig. Zo dolletjes. Ja. Ach, kijk nou toch daar. Het gewone klootjesvolk is er ook. Ze zijn er allemaal. Fantastisch. Geweldig. Oh, ja. Nou ja, maar dat is ook een uitje voor hun, hè? Ja. Ik was al te vrouw. Tuurlijk, ja. Dan spreek je niet over het Tsarina, hè? Heerlijk, ja. Dacht ik ook. Doe je goed je best? Ja, ja, ja. Kijk goed uit waar je gaat. Ik zei wel dat we niet bij je oma op bezoek gingen, maar ze lijkt wel vandaag veel op je oma. Zei dat ook. Wat een moeke, zeg. Ja. Van Ginsberg. Dat ging goed, ja. Dat ging heel goed. Spreek jij zo over ons Tsarina? Fantastisch. Oh ja, we zijn er, we zijn er. Mm-mm. Pas op, hè, pas op. Ja, hou je vast, vast. Oh ja. Mm-hmm. Heel fijn. Prachtig, geweldig. Lang leve Tsarina Katarina di Grotte. Hoera! 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 Ja, 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 ja. Wie is het? Wie is die geweldenaar van de Van Kinsbergen? Wij willen hem aan onze keizerlijke borst drukken. Nee, 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 niet zeggen. We gaan het raden. Ja, dat vinden we leuk. We houden van spelletjes. Eens even kijken. Oh, u bent het beslist. U hebt echt zo'n Hollands hoofd. Een hoofd waarom een leven lang kaas naar binnen gaat. Dat hebben we goed. Het spijt me, Tsarina. Ik zou nog niet in de schaduw van de grote Van Kinsberg kunnen staan. Nou, ik ben slechts een... Weet u dat heel zeker? U hebt echt zo'n kazig hoofd. Heus, Tsarina. Ik ben niet Van Kinsberg. Ach, nou, u bent het zeker niet. U moet wel Russisch zijn. U hebt zo'n typisch Russische wodka-neus. Die krijg je alleen maar als je vanaf je vijfde dagelijks wodka drinkt. Klopt.
Dat ik Russisch ben? Nou, dat klopt, of jij. En dat je vanaf je vijfde dagelijks wodka achterover slaat? Nee, dat klopt niet, of jij. Oh, jammer. Vanaf mijn vierde. Ja. Wij willen van Kinsbergen de hand drukken. Bent u het? U dan? U? Ja, echt? Oh, wat goed van ons, hè? In één keer goed geraden. Oh, kapitein van Kinsbergen. Het is ons een eer u te begroeten. U maakt mij verlegen, edele Tsarina. De eer is vanzelfsprekend geheel mijnerzijds. Ach, maar beste man, u hebt onze Ottomaanse tegenstanders hoogst persoonlijk een opdonder gegeven waar ze nog lang niet goed van zullen zijn. Van uw tactisch en strategisch inzicht kunnen uw Russische collega's nog heel wat leren. U vleit me werkelijk te veel, edele Tsarina. Ach, onzin. Wie is uw Russische meerdere? Dat is vice-admiraal Senjavin. Nou, okay. Die moet dan maar eens heel goed naar u luisteren. Hoe u de zaken op het water aanpakt. Is deze Senjavin hier? Jawel, hoogheid. Oh, de drankneus. We hadden het kunnen weten. Ja hoor, neemt u alstublieft notitie van de geniale aanpak en briljante tactieken en strategieën van deze van Kinsbergen, Senjavin. Zeker, en blijft u van de wodka af. U hebt er een lelijk hoofd van gekregen. Die neus... Als wij daarop drukken, verschijnt het recept van wodka op zijn voorhoofd. Zoals u wenst, mevrouw. Indrukwekkend. Zeg, zou deze indrukwekkende man het erg vinden als twee hele gewone, simpele, doodgewone kadetten hem even vergezellen? Wat denk je? Anders vraag je het hem even. Wat een goed idee. Ik vraag het hem even. Nou. Mijn beste... Edele admiraal, sorry dat ik tegen u spreek, maar wat vindt u ervan als wij twee u even vergezellen? Een secondje slechts. Wat willen jullie? Wat een goede vraag. Die man staat goede vraag. Hij is echt zo slim als hij ze zeggen. Zo slim als hij eruit ziet. Wij willen dat u zich verantwoordt. Verantwoord? Waarvoor? De slag met de Doggersbank. Want dat is meer dan 10 jaar geleden. 5 augustus 1781. Ja, ik weet het knul, ik was erbij. Maar waarom zou ik me moeten verantwoorden tegenover de zelfs snotneuzen? Wegwezen jullie, dan ga ik eens goed nadenken hoe ik dit voorval kan vergeten. Blijf maar even staan. Pardon? Blijf staan. Burgers van Elburg! Ja. Vindt u dat Jan Hendrik van Kinsbergen zich schuldig heeft gemaakt aan landverraad en dood door schuld tijdens de slag bij de Doggersbank? Ja! En welke straf vindt u dat daar tegenover moet staan? De doodstraf! Maak u kapot! De doodstraf moet hij! U hoort het, admiraal van Kinsbergen. Zojuist bent u door het volk veroordeeld wegens landverraad en dood door schuld. En de doodstraf zal er nu worden opgelegd. En die doodstraf zal onmiddellijk worden ten uitvoer gelegd. U zult worden neergeschoten door deze twee kadetten. Wat? Laat je het vuile werk opknappen door deze twee kadetten? Ben je helemaal gek geworden? Nee. Ik vind dit briljant. We bevinden ons namelijk in de situatie dat jij zometeen zult worden doodgeschoten door twee kadetten die zijn opgeleid in jouw eigen instituut dat met jouw eigen geld betaald is. Eigenlijk betaal je dus voor je eigen dood. Die stomzinnige goeigheid van je, dat wordt nu je eigen ondergang. En ik word de held van deze revolutie. Nee. Stop! Jacob, stop je alsjeblieft mee. Maak het niet erger dan het al is. Anna, wat doe jij hier? Dit moet stoppen, Jacob. U bent die vrouw die mij vanmiddag waarschuwde om weg te gaan. Wat? Heb jij hem gewaarschuwd? Maak dat je wegkomt. Ga naar huis. Ik ben de hele dag al in de buurt. Wacht het op een moment om de admiraal te vertellen dat het hier niet veilig is. En toen je net weg was, heb ik hem gesproken. Dan heb je me dus verraden. Ga naar huis! Bent u wie ik denk dat u bent? Ja, ik ben zijn vrouw. Nee,
Dat is een geruststellende gedachte, Knul. Ja, je moet kijken. Dat is nou weer een wat minder geruststellende gedachte. Jacob, geef je over. Het is echt afgelopen nu. Dat dacht je maar. Leg je pistool neer. Nee. Leg het neer. Nee. Leg je pistool neer, allebei. Dat gaat niet. Nu. Nee, doe wat hij zegt. Leg het neer. Allebei. Klootzak. Dat krijg je ervan. Jan Hendrik van Kinsberg. Het is dan wel niet helemaal zo gegaan zoals ik gepland had. Maar de revolutie begint hier. En die revolutie die begint nu. Nee, doe het niet. Nee, doe dat niet. Vaarwel van Kinsbergen. En zo, mijn heren. Doe je dat. Breng die man en Johan direct naar een arts. Mevrouw Schwillens. Hartelijk dank voor uw hulp, maar het spijt me dat ik u niet wilde geloven. Ik wilde toch ook mijn man in bescherming nemen. Nee. Al heb ik daar behoorlijk spijt van gekregen. Neemt u zichzelf vooral niets kwalijk. Als u mij nu wilt excuseren. Natuurlijk. Het gaat u goed. Hou je taai, jongen. Jij komt er wel weer bovenop. Meneer Verkeer, het spijt me van net en... Spaar je krachten. Ik kom je morgen opzoeken. Hoe is het met jou, Knul? Ik wist bijna niets van mijn vader. Dank u wel voor wat u hem over hebt gedaan. Dat zal ik nooit meer vergeten. Graag gedaan. Ja. Mannen! Die knal nou, die knal kwam niet. Wat waren jullie dapper? Admiraal, we waren zo bang dat we te laat zouden komen. Hoe wisten jullie dat er hier iets aan de hand was? Van ons. Toen we uit die zogenaamde rechtszaal zijn gezet, toen zijn we naar de kadetten en docenten gegaan. En we hebben onze krachten verenigd. En met succes. Gefeliciteerd, fantastisch. En jij vooral, Knul. Hoe kom jij aan dat pistool en waar heb je zo leren schieten? Over mijn vader gekregen. Hij leerde me al schieten toen ik 4 jaar oud was. Ieder jaar kreeg ik voor mijn verjaardag pistool en... Ik wil niet opscheppen hoor, maar ik kan schieten als de beste. Je bent een held. Oh ja, dat weet ik. Oh, maar toch bedankt. Ja, dat is altijd leuk om te horen. Ik heb er ook geen enkel bezwaar tegen als je leven... Wil applaudisseren voor mij, dat mag. Klappen, zeg maar. Oh, oh bedankt. Oh, wat attent. Oh, oh, geweldig. Dank eenvoudige, heel eenvoudige lieden. Hè? Ik zal niet vergeten dat hier in Elburg ik mijn allereerste heldendaad heb verricht. De eerste van velen. Dat straalt natuurlijk ook op jullie af. Hè? Ik ga ongetwijfeld een grote toekomst tegemoet. Ik denk het ook, jongen. En daarom heb je natuurlijk ook promotie verdiend. Zeg, mag ik even een zwaard? Ja, dankjewel. Roelof, Kniel. Ik sla jou tot moes. Dat is een oud grapje van vroeger. Ik sla jou tot ridder. In de orde van het houten konijn. Oh, oh, dat is geweldig! Oh. Wat houdt dat precies in? Dat jij nu de baas bent over deze kadetten. Ze staan onder jouw bevel. Oh, sorry, ze staan onder mijn bevel. Oh, dat is geweldig! Ik weet precies hoe de ZTK dat het altijd deed. Hier moet je opletten. Kadetten! Links! Links, links, rechts, links, 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 rechts, links,
Discipline en tactiek. Discipline en tactiek. Oefenen wij fanatiek. Oefenen wij fanatiek. Iedereen lusten wij nou. De vijand slaan we bont en blauw. Zo. Oh, meneer van Kinsberg. Ja? Moet u daar zien? Hey, moet u daar zien? Hier, een wilde eend. Moet u daar een kuif van te zien? Zou ik even laten zien hoe goed ik kan schieten? Nou, ja, dat is...